Durf je het aan? Ja, tuurlijk. Het mooiste is als je er even zo vast houdt. Zo, hier het kontje. Ga ik even proberen. En je staat even zo, dan krijg je niet te veel stroom. Oké. Okay. Even kijken, kontje zo. Gaat het lukken? Jazeker. Oh. Nou. Nou ben ik gelukkig. Haar naam is Kokkie Lenteui. Ik zal het even uitleggen. Kokkie, mijn kat heet Kokobel, prinses Kokobel. En Kokkie is een koosnaam die ik gebruik voor vrienden. Maar ook mijn redacteuren. En toen ik vertelde dat ik dit mocht doen, zeiden ze, ja, maar je moet haar Kokkie noemen. En Lenteui is haar tweede naam, omdat ze, hallo mama, omdat ze vroeg is geboren. En ik hoop dat, nou ja, lente, maar ui, een kranig soort gewas wat blijft overeind. Dus Kokkie Lenteui. Nou, het lammetje heeft een naam gekregen, hè? Ja, Kokkie Lenteui. Kokkie. Kokkie Lenteui, dat bedoel ik. Rare naam, hè? Ik moet er nog even aan wennen. Nee, maar een mooie naam. Een bijzondere naam. Hoe voelt dit? Heerlijk, heerlijk. Ze is zo lief en tam. En ze, dat ruikt ook zo lekker, hè? Zo'n pasgeboren diertje. Nog zo lekker schoon. Op deze manier geef je toch extra aandacht aan de schaapskudde zelf. Ja, de schaapskudde is natuurlijk weer voor belang voor, nou ja, de omgeving en het gebied zelf. Ga je er volgen? Uiteraard.